Zoogkoeienhouder Frank de Wit uit Zwalmen vernieuwt het wildraster tussen de Nederlandse en Duitse grens. Het huidige raster is in 2006 door boeren aangelegd om wilde zwijnen te weren. De varkens komen uit Duitsland. We hebben hier een erg grote populatie zitten hier aan de Duitse zijde. En ja, om die toch een beetje proberen tegen te houden wegens de schade wat ze ons toebrengen. En ook met het oog op de Afrikaanse varkenspest. Dan zijn we nu in verhoogd tempo bezig om dat snel op orde te brengen. Dat straks iedereen er toch een beetje profijt van heeft. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de provincie Limburg trekken nu samen de portemonnee om het wildraster weer zwijnproef te maken. Het gaat om een verbetering over een lengte van bijna 8 kilometer. Het wildraster maakt deel uit van een veel langer wildraster. Ik heb mijn zoogkoeien met de weilanden en we hebben er mais bij staan. Ja, en we hebben toch ieder jaar, als we niks doen, dan hebben we gewoon schade. We hebben gewoon schade. Dus wij moeten zorgen dat het raster nu al goed in orde is. En probeer de varkens tegen te houden. En aan de Nederlandse zijde, de jagers zijn op het moment ook zeer actief. En die hebben aan onze zijde hebben ze nu 105 varkens geschoten dit jaar. Vanaf januari tot nu hebben we er 105 geschoten. Dat het raster vernieuwd moet worden, werd meteen duidelijk. Ja, vannacht is er bij mij één varkentje op het campingterrein geweest bij mij. En die heeft er een heel lichte schade aangericht. Maar dat kan ik wel direct herstellen. Maar ja, zo zie je toch maar dat het nodig is. Ik werd vanmorgen op de feiten gedrukt.